Vanavond de wedstrijd tussen SK Turquoise in de topklasse tegen Club Hak. Het verschil op de ranglijst tussen beide ploegen is 7 punten. En dat is toch wel een beetje gek, omdat Club Hak degradant is vorig jaar. Die willen toch wel weer gaan meedoen in de top. Turquoise, ja, die vinden het al heel erg mooi dat ze in die top staan. En willen dat ook graag behouden. Het commentaar bij Club Hak op bezoek bij Turquoise is van Erik van Luttenhuizen. Aftrap dan van Club Hak in de donkerblauwe tenues tegen Turquoise in het wit turquoise. 2x25 minuten zaalvoetbal en Koyunchu opbouw van achteruit. Splijtende paas, Erik-Jan Brinkman. Oh, de eerste kans al, maar Demirci ligt in de weg. Is de actie van Turquoise in de wedstrijd van Bayraktar. Een makkelijke save van de tweede keeper van Club Hak, Sam van der Poort. Eerste fase was aftasten tussen beide clubs, met veel Deventer inbreng overigens. Hier met een mooie voetballende actie van keeper Demirci. Hak onder de druk eruit, Erik-Jan Brinkman. Doorspelen mislukt daar. Turquoise eruit, Maglajic. Goal! Met de punt, de 1 tegen 0. Ja, de wedstrijd is los. Daar zien we de herhaling dat de keeper reageert niet op de punter die in de hoek belandt. Turquoise op voorsprong. Hak, een beetje in paniek dan. Gigi, dat is wel echt opportunistisch hoor. Druk daar op Maglajic. Maken van de 1-0. Verdeerde hem niet. Komt er goed uit. De hulp van Lisa. Ook al zo behendig. En de hulp van Brinkman bij Van der Poorten. Nogmaals in tweede instantie. Jonge ploeg daar Turquoise. Voert de boventoon. Bluft de hak af. Zoals hier in de combinaties. Als Bayraktar stuit op Van der Poorten. Hak deed ook wel mee. Maar het leek de overtuiging te missen. Zoals hier bij Peter Brinkman. Patrick Verdouw, vrije trap. 10e minuut. Brinkman verrassend keeper. En heel slim dan Demirci. Kom Mutlu, uit de kantje, schoen, zelf door. Prachtig! Oh, heerlijk! Afgerond door Semal Estilik. Wat een inzicht en een splijtende pas daar van Ogo Mutlu. Daar is hij fantastisch. En Estilik schuift in het lege doel de 2 tegen 0. Met die achterstand moet Hak meer gaan laten zien. Demirel daar, goed uit de draai. Inzet, nog maar net gestopt hoor. Demirci op het doel van Turquoise. Goede kans hoor, na zo'n 20 minuten spel. Snel nemen op Demirel. Demirel terug. Ricci. Doelpunt, nee, van de lijn. Van de lijn gehaald door Karademir. Mooie beweging, Sissai Konucci. Geen rendement. Snel over naar Turquoise met Karademir. Mooi, 2-1 situatie met Bayraktar. Simpel uitgespeeld. Metin Karademir mag zijn mooie voorbereidende actie afronden. Sporthal de Kroon ontploft bij de 3 tegen 0. Ja, dat lijkt wel een voortijdige beslissing als Turquoise het mooi uitspeelt. En de marge op 3 zet. Geen overtreding daar. Magici. Demirel met het overzicht. Oh, Brinkman. Yildiz op avontuur. Maar strand dan. Overname bij Raktar. Hulp van de snelle Mehmet Kisa. Karademir voor de goal. Oh, net niet. Club Hak leeft dan nog. Verdouw. Terug op Demirel. Keeper ligt, maar is er toch. Oh, prachtige redding van captain Demirel. Laatste minuut, eerste helft dan. Hak nog één keertje. Inspelen van Koyunchu. Demirel stuit weer op Demirci. Bal nog binnen. Boom. Ha, daar is Val 13. Demirci eindelijk gepasseerd. Als Cezan Demirel de bal binnenjaagt. Vlak voor rust dan die aansluitingstreffer. Ja, dat is vaak een psychologische dreun. De rust, Serkan Kaş. De zielende coach van Turquoise die zijn ploeg instrueert. En aan de andere kant, Club Hak die wat strategie gaat veranderen, zo lijkt het. Wat gaat het worden? Wat meer druk? Koyunchu verspeelt hij. Erik-Jan Brinkman schiet te hulp achterin. Maglajic zet druk, de maker van de 1-0. En Brinkman, die lijkt daaruit te komen. Brinkman weer, die zet op.
Majici. Over de keeper Lopje. Hoedloes schiet erop. Peter Brinkman sluit aan. Ah, de bedoelingen zijn duidelijk, die tweede helft voor Club Hak. Drie man vooruit bij Turkias. De pas is splijtend. 3-2. Peter Brinkman rondaf. Captain Brinkman, een duimpje. Ja, die is meer dan terecht daar voor de pas van Majici. En Brinkman rond keurig af. Turkias wordt onwennig, hoge bal daar. Hens. En nog een keertje Hens, geen doelpunt. Had Leidsman Den Hartog toch goed gezien. Heel andere wedstrijd dan. Demirel versiert daar een vrije trap. Cezan neemt hem zelf. In de drukte. Kijken of hij eruit komt. Komt hij uit. Ho, en hoe! Wat een heerlijke voetballende actie van Cezan Demirel. Vlak voor de rust de aansluitingstreffer en nu de gelijkmaker voor Club Hak. Die vrije trap, de controle met mensen in de rug. Ja, die weet echt wat hij doet hoor. Cezan Demirel is de naam. De gast van Club Hak. Goed terugkomen in de wedstrijd hoor, drukt weer aan. Brinkman vuurt in die manmeer situatie. Nog gele kaart bij Turkuas, de pluk van Demirci. Gaat vanzelf, riskant. Loopt hij in de vuil, dip in de gaatje. Oh, sensationeel! Vajdetin Demirci punten hem binnen. Terwijl zijn team onder druk staat met een man minder op het veld. Ja, je ziet het. Eigenhandig countert hij Turkuas weer op voorsprong. De beweging. En dan lijkt Peter Brinkman de bal onderweg nog iets te raken. Doelman kansloos. Voorsprong weer voor Turkuas. Club Hak moet nu weer opnieuw. Steeds met die man meer situatie, want geel betekent in de zaal 2 minuten aan de kant. Yunchu, geen geduld. Zelfde situatie nog. Brinkman met de dreiging. Koyunchu pas. Tasalva. Dan is het weer gelijk. Volgens mij kreeg hij de bal op het presteerblaadje van de verdediger. Dan moeten we nog een keer kijken. Het begint in ieder geval bij Brinkman. Op het nippertje. Tasalva, ja, die krijgt hem inderdaad cadeau van Yildiz. 9 minuten nog te spelen, staat gewoon weer 4-4. Echt met Kisa. De actie. Oh, mis maar net het doel. Keeper die iedereen weer verrast. 2 man vrij, Mutlu. Oh, jongen. Hak wil snel. Man meer bij Turkuas. Bij Rakta had moeten spelen. Nu Club Hak weer. Koyunchu goed. Peter Brinkman. Oh, maar Demirci, ja, dat is een goede sluitpost. Stevig. Scheids Den Hartog fluit. Gebroeders Brinkman. Achterin bij Hak rondspelen. 4-4. Laatste secondes. Nee, hoeft niet meer. Afgelopen, het wordt 4-4. Eerste helft een veel beter Turkuas. Bluft de Club Hak af. Maar 1 minuut voor rust scoorde Demirel de aansluitingstreffer. En juist die treffer zorgde voor een volledig ander spelbeeld in de tweede helft. Waar Club Hak goed herstelde. En beide ploegen tevreden moeten zijn met de punt. Genoeg stof om na te praten met Serkan Kaş en Peter Brinkman. Serkan Kaş, na afloop van Turkuas tegen Club Hak. Heb jij nog wel een stem over eigenlijk? Ja, ik heb wel een stem over, inderdaad. Het is wel een beetje moeilijk, maar het gaat een beetje elke week zo. Jullie begonnen eigenlijk best goed. Ja, inderdaad. We hebben met de jongens afgesproken om gelijk druk te zetten op de man met de bal. En vooruit te gaan verdedigen. En dat heeft goed uitgepakt. Na verloop van speeltijd in de eerste helft, dan gaat het toch weer wat minder. Waar zit hem dat in? Ja, het is eigenlijk op een gegeven moment 3-0. Dat geeft natuurlijk een bepaalde rust in de hoofd van de jongens. En dan willen ze toch een tempootje laag gaan voetballen. En ja, dat moeten we eigenlijk niet gaan doen. En daar is het zo dat wij nog ervaringen missen om die rust bij onszelf te houden. En niet met de tegenstander mee te gaan. Tot de laatste minuut eigenlijk, tot de laatste seconde ging het nog wel goed. En als de eerste helft 3-0 was afgelopen, had het misschien anders uitgezien. Peter Brinkman, waarom staat dit Club Hak zo laag? Ja, dat is een hele goede vraag. We zijn toen net in de kleedkamer ook als groep bij elkaar gezeten. Maar iedereen had denk verwacht, dit jaar hebben we een leuk team. En we gaan er weer voor. Alleen ik denk die klap, die degradatie van vorig jaar, dat het daar nog steeds aankomt. En na 6 wedstrijden staan volgens mij nog steeds ergens onderin. 2 keer gelijk, 1 keer gewonnen, dat is het. En we kunnen allemaal mooie verhalen vertellen van we hebben een leuke ploeg, goede kwaliteiten.
Maar het komt er allemaal nog niet uit. En wat afgelopen jaren wel uitkwam, is dit jaar dan maar niet. Als ik even heel kritisch mag zijn, dat was ook in het eerste kwartier wel te zien dat het er niet uitkwam. Ja, zeker, zeker. Als je kijkt, de eerste kwartier hadden we misschien wel 3-4-0 achter moeten staan. En dan beperk je inderdaad tot één doelpunt. Aan de andere kant, misschien een excuus, ja, je mist toch ook een bepaalde ervaring aan Bas Tiemann. Die is nu een heel seizoen geblesseerd. Ze zei, die komt terug van een schorsing van 6 wedstrijden. En Lucas, die belt, een nieuwe spits van ons, die belt ja, een halve dag voor de wedstrijd belt hij af dat hij ziek is. Dus er zijn allemaal wel factoren waardoor je kan wel iets verklaren van, nou, waardoor je inderdaad niet de eerste kwartier fit kan.